Ik noem het ook Olympische meuk. Dat is erg, hè? Maar dit is ook wel behoorlijk lelijk. Het leuke is het lelijke. In welk jaar zijn we beland? Doe dat maar een vraag. En in welk jaar zijn we nu beland? 1964. De Winterspelen in Innsbruck. Het is een bordje. Met een lelijk bordje. Met gebouwen uit Innsbruck. Het lange baanschaatsen begon steeds beter te gaan. Ene Kees Verkerk won zilver op de 1500 meter. Er deed ook nog een jonge jongen mee. Art Schenk heette die, 19 jaar. Die werd de 13e en 14e of zo. Niemand die verder aandacht aan hem besteedde. Want ja, de echte aandacht ging natuurlijk uit naar Sjoukje Dijkstra. Ze heette toen de doktersdochter uit Amstelveen. Wat vrij sterk is, want ze is geboren in Friesland. Maar zo gaat dat met die ding. Hoe komen ze daar dan op? Ja, geen idee. Dat zo heette het zo. Dus weet niet. Ze was inmiddels Europees kampioen geworden en wereldkampioen. Dus ze was ook wel echt de favoriet. Maar ze moest het nog wel even doen in haar aqua blauwe jurkje met veertjes. En zich goed te concentreren is ze van tevoren gaan kijken op welke stoelen koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix kwamen te zitten. Mm-hmm. Zodat ze daar vooral niet naar zou kijken tijdens haar kuur. Het is allemaal vlekkeloos gegaan. En verder moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik niet zo van de driedubbele Rietbergers ben. Okay. En als ik het nog eerlijker zeg, vind ik het leukste van kunstschaatsen de valpartij. Lachen? Ja, lachen wil ik niet zeggen, maar ik kijk graag naar valpartijen. En morgen, de laatste. Morgen gaan we het hebben over fietsen. Dus ja, fietsen, winterspelen. Ja, morgen gaan we het hebben over fietsen.